Onderdeel 5 is met de speedladder. Ik heb hier nu even geen speedladder, dus dan noemen we een denkbeeldige speedladder. We doen een oefening met de speedladder, oefening zonder speedladder. 3 rondes met 6 oefeningen. Eerste oefening, ga je knie even heen en knie even terug. Als je thuis ook geen knie op speedladder, kun je hem ook even zo doen. Knie goed op. Hou tempo erin. Drie seconden nog. En vervolgens squat. Knie omhoog. Om en om. Lekker door. En we gaan over naar de switch. Eén been in de speedladder, eentje daarnaast. Heen en terug. Heb je geen speedladder? En lekker zo verder. Dan hebben we elleboog knie. Draai goed in. Knie goed op. En vervolgens gaan we hakkenbillen voor de speedladder. Wil je niet springen, kun je deze pakken. Heb je geen speedladder of je doet hem thuis, kun je hem zo pakken. Of zo. Net welke versie bij je past. En dan hebben we de omgekeerde plank. Pak een wijdmuurtje. Met eventueel de standjes. Schouders laag, heupen op. Vind je deze makkelijk? Omste beurt je knie in. Goed zo. Denk aan je schouders, hou ze laag.